Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammer van Urf. Ja. En het is vandaag weer heel warm, want het is vandaag woensdag 24 juli 2019. Het is nu 8 uur 33. Kijk, check dit. Het is ook nu al bij Hoek van Holland. Ja, Hoek van Holland. Ja. Hij moet laden. Hij weet het niet meer, joh. En door de warmte. Nee. Hij weet het echt niet. Hij is een boekje zoek. Maar in mijn huis is het al 28 graden. In mijn huis. Kijk, dat kun je zien. Ja, en ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst. Nog, het is 10 voor 12. Mijn zonnescherm die kan uit, want ze zijn klaar bij mij. Ik heb geen bakjes meer, dat is lekker. Maar ik ga de kamer draaien en ik laat jullie even zien weer hoe warm het hier is. Nu dat ik mijn zonnescherm naar beneden heb gedaan. Nu net. Ja, nou, ik laat het even zien. Hartstikke idee. Moet ik wel weer even draaien, kijk. Het loopt al naar de 30 graden toe. Ja, naar de 30 graden toe. En dan zal ik even Roby meenemen. Zal ik ook even weer naar de voorkant toe lopen. Zo. Ik ben nog steeds bezig. Bijna klaar. Bijna klaar. Hey wijfie. Het ligt ook lekker. Vol verzand. Hartstikke idee. Dit moet ik nog even opruimen. Ook dat weet ik. Allemaal nog even opruimen. Even kijken hoe warm het hier is. Het is loeiheet volgens mij. Ah, kijk, het zakt al af. Het zakt al af. Het is nog wel warm. Maar het zakt al wel af. Ja, en dat is nu bijna 12 uur. Ik moet nog even vegen. Ik moet nog zo even eten. Dat nog even opruimen. Dat even schoonmaken. Dus ik heb nog een hoop te doen deze week. Aankomende vakantie. Hi kerel. Wat denk je? Ik lig ook lekker daar. Bij een plok haar. Ja meisje. Het is te warm hè. Ja. Wat zie jij eruit? Met al dat haar op je vacht. Waar is die kleine? Los. Oh daar. Lig je daar lekker, wijfie? Ik had je niet eens gezien. Nee. Zo, sorry, schokje. Hey. Hey. Ja, het is warm, hè? En jij? Ja. Ja, een hele goede middag. Het is alweer bijna 2:30. Ja. En ik ga jullie even een update laten zien. Hoe warm het nu op het achterbalkon is.
Dan gooi ik zo meteen de achterkant dicht en dan ga ik zo meteen naar de voorkant. Dus ik neem jullie gezellig mee. Nou, de zon die draait al aardig. Is het beginnen aan het waaien? Nou. Kijk, het is nu al bijna 30 graden. Bijna. Dus ik knal hem hier dicht, achter. Ja. Gaan we allemaal eens eventjes voorkijken. Hoe het ervoor is. Dames. Knal ik even hier weer alles open. De zon is hier nu geweken. Zo. Ja, en dat moet ik ook nog opruimen. Maar ik doe het lekker rustig aan vandaag. Het is ook warm. Het mag. Niks is verplicht. Wacht, dames. Wachten. Oh, kijk. Het is nu schaduw. Zoals je kan zien, het is dus nu schaduw. En het is nu... ...32 graden, dus het zakt al aardig af. De windje doet aardig zijn best. Dus ik laat jullie het zo wel weer zien straks hoe warm het weer is. Doe maar. Ga maar lekker hier liggen, dames. Doe maar. Ja, lekker hè. Voor balkon hè. Dat is wat jullie willen hè. Voor balkon hè. Ja. Nou, dat moet ik nog even zo meteen doen. Kijk, dan doe ik gelijk even hier. Dus. Dan ga ik allemaal straks even doen. En dan... Even vers water en alles erin. Allemaal nog doen. En anders later vandaag. Drak die ligt lekker ook lekker te genieten. Hè? Ja. Yeah. Jij wel, hè? Dat is lekker, hè? Ja. Yeah. Nou, oh, die rode die ligt daar. Lekker te genieten. Rust. En de dames die liggen nu daar. En ik heb Ro gewoon nog steeds lekker aan de telefoon. Want hij gaat nu onderweg naar een afspraak. Hé, schat? Ja. Ja, jullie horen het. Ja. Dus ja, dat komt ook wel weer goed. Ja, lieve mensen. Het is nu alweer 3 uur. Ro is lekker bezig aan de klus. Jip, en ik ga eventjes liggen. Omdat wij ook vanavond gaan zwemmen, ga ik eventjes mijn rust pakken. Ik denk dat ik even een uurtje ga liggen. Dus dan zien jullie mij gewoon weer straks terug. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, een hele goede... goede middag nog. Het is 5:30, ja. Ik zit dan nu even lekker op het voorbalkon. Het waait lekker. Heerlijk. De meiden die hebben er ook zin in. Laat ik zo even van jullie zien. En dan zal ik weer even een rondje temperatuur doen voor jullie. Dat is even grappig. Ja. Dan begin ik even hier weer voor. Op het voorbalkon en het achterbalkon. En dan... ik heb Ro ook aan de telefoon. Hij is een zwembroek aan het zoeken, want ik kon hem hier niet vinden. Nee, want we gaan zo meteen, hoop ik, er toch even eruit. Even lekker een baantje zwemmen of zo. Zolang ik het volhoud. Dus, komt ook wel weer goed. Ja, en dan ben ik weer terug. Ah, ben je lief. Ja, ja, ja.
Even een rondje doen. Nou. Het is hier nu 31, 32 graden. Ja, 32 graden. Nu nog in de schaduw. Ja. Hoor, neem ik even roken even mee. Even zo. Ja, en daar ben ik nog niet aan toegekomen, want ik ben nog maar net een half uurtje eigenlijk, nou ja. Ik ben wel langer wakker, maar ik wou niet uit bed. Ha, nee. Zo. Koek, koek. Ik ben er weer. Ga ik even heel snel, want anders had het een zuisgeval hier. Zo. Nou, en hoe warm is het hier? Hetzelfde. 32 graden. Kijk. Heb ik dus nou mijn zonnescherm en naar beneden. En als ik dat dus niet heb, dan is het hier een bordje hoort. Dat kan ik je nu al vertellen. Zo. Speedy en die denkt ook, nou weet je wat, blijf lekker op de grond liggen. Nou, dat doet helemaal perfect. Met deze hitte. Ja, kerel. Kom dan. Kom dan. Nee, dan niet. Oké, dan niet. Doei. Kun je het vinden, schat, of niet? Nee, op de wc. Oh, op de wc. Ja. Ik kan ook proberen. Mauw. Zo, en dan ga ik weer zitten. Ja. Ja. Helemaal goed, ja. Hé, leed. Ja, hè. Waar is die kleine? Hey. Lig je nou lekker? Luffy. Hey. Dan krijg je eigenlijk een knuffel van... de raak. Prima. Zo, en zoals jullie dus hebben kunnen zien, is het dus op mijn voor- en achterbalkon even warm, 32 graden. Maar hier is het koeler dan achter, want omdat achter nu de zon er volop schijnt. Ja. Het is daar ook, net zoals hier, 32, maar hier staat dus nog een windje. En achter niet. Dus dan is het hier wat beter uit te houden vanzelf. En nu is het wachten op Ro, want die moet zijn zwembroek zoeken. Maar hij zit nu nog even op de wc. Ja, ook goed. Dus de hele dierenben heb ik bij mij. Alleen Bloed is nog lekker bij Ro. Dus die komt vanavond later even hier naartoe. Het is ook bij Ro wat 4,5 graden koeler als bij mij. Oh ja, ik zal nog eens even inderdaad laten zien hoe warm het hier binnen is. Ja. Ja. Ook niet te vergeten. Update. Het is hier nu 32,5 graad. Kijk. 32,5 binnen. Dus als Bloody hoort, 32,5. Schat. Ja? Hoe warm is het bij jou binnen? Hier en hier is het 32,5 binnen. Okay. Dus bij Ro is het iets van 26 graden binnen. Bij mij is het 32,5. Dus ja. Maar we nemen jullie gewoon gezellig mee in een deel richting het zwembad. Ja. En maar ik zal eerst sowieso zometeen even filmen als Ro deze kant op komt. Ook gezellig. Dus tot straks maar weer. Ja, een hele goede avond allemaal. En Ro die zit naast me. Ja, eindelijk. Zo wat de hele dag niet gezien. Nee. Kijken. Maar wil je trouwens nog lachen? Ik wil maar even lachen. Nee, even zeer nee, schat. Vanochtend werd ik dus wakker, mensen. Echt, tuurlijk. Iedereen die wordt wakker. Maar ik werd dus wakker. Ik zal het telefoon even beter vasthouden. Door schilders achter mij.
die dus op dat moment nog aan het schilderen waren. Ik doe even voor mijn eigen veiligheid even dit een stukje dicht. Anders weet ik het wel. En zijn collega die was hem aan het vertellen hoe hij dus een vrouw had versierd. En wat hij er allemaal mee had gedaan. Dus ja. Bijzonder interessante stof om aan je collega's te vertellen tijdens het werk. Nou ja, net zoals dat en dat er een vrouw achter zijn geld aan zat. En toen had hij nog een andere vrouw aan de haak geslagen. Nou, die wou alleen wat anders. Nou, en daar is hij heel goed in. Want hij heeft de hele nacht wat gedaan. Nou. En toen had ik zoiets van, oké, moet ik dat nou aanhoren? En dat ze ons 'ochtends vroeg. Over jouw seksualiteit. Ja, oké. Die vond ik wel heel bijzonder. Maar ja, wie ben ik? Ja. Ja. Dus ja, ik vond hem heel bijzonder merkwaardig. Dat je dat eigenlijk in het openbaar. Wel weliswaar met je collega. Maar waar andere mensen dan wonen. Waar je dan aan het werk bent. Dat je dat er dan over hebt. Ik vind het wel heel bijzonder en merkwaardig. Maar ja, wie ben ik? Ik ben hem niet. Scheelt weer. Ja, het is mooi groen, hè? Ja. Dus, maar wij gaan dus nu onderweg naar het zwembad. Een hele goede avond allemaal. Ja. Zo, die was hier zo dicht. We zitten weer in de auto. Ja, we rijden nog niet, maar het is bijna 15:15. Het is nu 20:00. Mijn horloge dan bijna. Nou ja, kijk. Ja, bijna 15:15. Ja. 9:15. Hoe heb jij het ervaren, deze zwembad? Dat is wel een innoverende ervaring, ja. De glijbaan was leuk, die 5 banen waren leuk. Ja.
Ja, vooral alleen die Whirlpool die niet deed, ja, dat is jammer. Uh-huh. Je kan lekker baantjes trekken, je kan recreëren. Er zijn twee kinderbaantjes. Zeven banen waren. We hebben er maar vijf gebruikt toch? Ja, maar toch wel lekker, toch? Ja, 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 en ja. Vooral die zwembad die glijbaan. Glijbaan was leuk, ja. Ja. Erg leuk. Aanrader. Ja, maar ja. Dus komt helemaal goed. Wij gaan weer richting Toehausen. Ja. En dan gaat Roos zo meteen Bloep halen. Die zit ook al de hele dag de hele dag ook wel weer niet. Maar ja, niet en niet in bij de zusje, zou ik het zo zeggen. Alleen met mij. Ja, alleen met Roos. Ja. Dat het zo lekker blotje hot is. Nee, die andere kant op schat. Wacht, haar op dat moment even aan. Dus, wel nee. Dus wij gaan nu lekker richting huis. En dan, ik heb ervan genoten. Ja, alleen ik kan jullie helaas niet meenemen. Nee. Dat is weer privacywetgeving. De camera en alleen jezelf filmen. Ja, precies. Maar ja, zover zijn we nog niet. Dus we zien jullie zo meteen weer thuis. Nou, we zijn weer thuis. Het is nu net 8:45. We zijn al eventjes ongeveer thuis. Ongeveer nu net 10 minuutjes of zo. Ongeveer, hooguit, een kwartiertje. Jij wel. Ze liggen allemaal lekker. Mijn ventje is nou aan het lopen. Met Blue. Met je zus. Waar loop jij nu? Waar loop jij? Ik kom zo in beeld. Oké, dan weet ik dat ik even zo meteen mijn mic even op stil moet zetten.
Daar is Blue. Daar is Blue. Wat zijn nou? Geen interesse, meer interesse in de telefoon. Daar is je zus. Ja. Hi. Hi. Ben je weer blij? Ben je weer blij? Blue. Blue. Nee, naar binnen. Oké, dan ga ik ook mee naar binnen. Maar we gaan lief doen. Zo niet, krijgen jullie gewoon weer van mij een woordelijk op jullie zodenflikker. Nou, het was net 30. Ja, Blue komt er zo erg, hè? Rustig, hè, Leid? Niet en niet als vanochtend. Dat wil ik niet hebben. Goed zo, lady. Lady. Braaf. Lady. Braaf. Hij drukt hem zachtjes met springen. Nee. Zo, de roedel is weer compleet. Maar we gaan wel rustig doen, hè? Jonge dame. Trippelaar. Trippelaaster. Ja, zometeen krijg jij eten van mij. Extra eten. Dat weet je. Hi. Hi. Alles goed met u? Ja, 41 nieuwe bericht. Hallo, ik vraag me. Ah, alles goed met u? Ja, 41 nieuwe berichten. Daar heb ik het niet over. Dus het gaat goed. Dat is mooi. Denk aan mij. 41 nieuwe berichten. Dat is mooi. Okay. Ja, inderdaad. We gaan zo even aan de slag in de keuken. Blue! Klaar nou. Gas af. Blue. Af. Ja, dat was je tante tegen mij. Af. Ja. Ja, een hele goede avond. Dat is alweer bijna 10:30. Zoals jullie kunnen zien. Ik heb hier al 3 pakjes met levertjes erin. Wat? Levertjes. En dan gaat Rodus nu gehaktballetjes draaien. Die is ook druk bezig in de keuken. Is hij niet zo vaak. Nee. Maar hij weet nou wat we gaan maken. Dus dan vindt hij dat wel lekker. Om mij dus te helpen. Ja, heel veel. En dat is ook gezellig. Ja, tuurlijk. Ja, dus ik ga even hier even op je handen kijken. Op je vingers, ja. Wat en wat ben je allemaal aan het doen? En wat zit er allemaal in? Er zit hart in, ei, paneermeel, kruiden. En wat voor kruiden? Of wil je dat liever niet prijsgeven? Dat is geheim. Oké. Er zit bloems in, bruin, wit, geel en rood. Zelfs zijn de kleuren rood. Oké. Nou, zullen we het meemaken. En dan staat hier een hele lieve hond mee te gluren, koeren. Ja, het is een beetje donker hier, hè? Ja. We gaan even kijken hoe warm het nu is in de... Oh, hier. Dus het is nou 29 graden, mensen. Ja, het gaat de goede kant op. Ja, ik ga even licht creëren hier. Zo. 1, 2, 3. Hartstikke idee. Het is in 1 keer een stuk lichter. Ja. Is dat een nieuwe manier om te gaan kluiven? Ja, zeker. Lady balkon, Lofie balkon. Ik ben dus net klaar met bakken en roeren. Het is nu 11 uur. Dat bakje is van Ro en dat bakje is van mij. Lekker gehaktballetjes met satésaus. Dus ik zeg alvast voor mezelf en Ro, eet smakelijk. Ja, een hele goede nacht al. Het
is namelijk 1:05 in de nacht. En ik wil jullie eigenlijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Vergeet dan niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Ook niet vergeten te abonneren. Juist niet doen. Er komen nog vele malen minder leuke vlogs aan. Ja, en dan zou ik zeggen, toedeledokies en tot morgen maar weer. Dus mazzel. Doei.